Goedendag iedereen, te Hulst, Zeeland, Nederland, voor een nieuwe Street View. Vandaag, zaterdag, 20 februari 2021. Momenteel, 9:45. Dus om de Street View goed te kunnen bekijken in YouTube, kunt u altijd gaan tot de optie 1080p. Dus het is een Street View in Full HD. Maar soms moet je dus de instellingen even veranderen tot een betere beeld. Het is altijd leuk, een Street View op verschillende momenten, periodes. Aankomst hier van de Albert Heijn Hulst. Deze harde lockdown is dat feitelijk hier de drukste plaats. Want dus hier ja, zijn de winkels 7 op 7 open. Je merkt dus feitelijk niets van de harde lockdown. De essentiële winkels, dus de supermarkten. Dus zoals gewoonlijk met de plaatselijke bevolking. En dan hier aan de rechterkant ook de Aldi. Het bekende bord natuurlijk, he. Doorgaand verkeer België. Zeg, men is op 5 kilometer van de Belgische grens. Dus. In andere tijden altijd de populariteit, de zaterdag, de zondag. Thank you.
winkelcentrum Stationsplein dus hier. Hoofdzakelijk de supermarkt Jumbo en de bloemenzaak. Dat is ook te zien op mijn andere video, even binnen hier. De evolutie gedurende een jaar, ook de video die ik gemaakt had, in beeld. Kruidvat die natuurlijk ook open is. Havenfort parking. De gewoonte van de zaterdag. Het verkoop van de broodjes hier. Pistolies via de mobiele bakkerij. Hier met de aansluiting, wandelpad, fietspad naar deze locatie. Dan de actionwinkel dus die open is via afhaalpunt. Je kunt er ook van een video zien van mij, van gisteren. Het is een goed systeem. Dus alles is wel niet beschikbaar van de winkel. Ik heb al gezien bepaalde artikelen dus niet. Feitelijk niet groot zijn, kan je dus niet kopen via click and collect. Dus, maar in het algemeen wel, is er wel een breed aanbod. Dan nog even de locatie van de Lidl.
van der Maalstedenweg. En nu ga ik nog even op naar de binnenstad hier. Dus de toestand hier, nog steeds harde lockdown en dus enkel de essentiële winkels die open zijn. Bijvoorbeeld de Fruitvat is open, maar de Zeeman is niet open. Maar sommigen hebben dus wel een afvalmogelijkheid, dus ook eerst bestellen via internet. Diensten DHL of PostNL kan je soms zaken thuis ontvangen. Het is wel natuurlijk niet zo eenvoudig. En dan hier ook de Kruidvat is een van die winkels die gewoon open is, zoals altijd. Momenteel bijna 10 uur hier. De bakkerij is ook open. Hier kaashandelaar, Leonidas. Het is wel ook soms vreemd, de Leonidas is open, maar bijvoorbeeld de Zeeman, waar je toch ook wel nuttige zaken hebt, is niet open. Hè? Dus ja, dan hier terug de Grote Markt. Heel vreemd natuurlijk momenteel, met het mooie weer, en dan even opnieuw deze stilte. Ja, het is ondertussen 10 uur. De verkiezingen die er binnenkort zijn ook.
dus hier momenteel dus het afhaalpunt horeca aan de rechterkant. En ja, voor de rest heb je natuurlijk ook wel de markt hier op maandag en donderdag. Hier de bierkaai. Ik zie dat verschillende kledingwinkels ook werken met een afhaalsysteem, afhaal en zo. Maar dat is wel recent veranderd, dat men toelaat dat winkels dus een, dit systeem mogen toepassen nu. Maar bon, in het algemeen, ja, zegt u, dat moet je wel even aanpassen en zo. Het is allemaal zo simpel. De bierkaai, ja, nog altijd hetzelfde zoals op de markt. Ik zeg de horecazaken die geduldig afwachten. Ja. Hier heb je wel veel minder beweging door het feit dat ja, het is aan het stationsplein dat alles open is. Hè. De supermarkt. En ik ga nog even door de dubbele poort en dan via het Michel Stadspad. De vernieuwde Tivoliweg. Er zijn hier ook paaltjes geplaatst nu. Wel bijzonder mooi een stuk hier. Dat is de Michel Stadspad. Terug de richting van de havenvoortparking en locatie Stationsplein. Thank you.
wind, veel tegenwind hier. Komt terug aan de havenverparking, is terug locatie van de mobiele bakkerij. Stationsplein momenteel 10:08, we zien u wel, het is zaterdag, wat de bevolking die bijgekomen is. Altijd mooi vanuit deze hoek hier, heb je een overzicht. Wel redelijk veel wagens hier. Wat ik zeg, hier heb je toch enkel de Jumbo, de Bloemenzaak en de Kruidvat momenteel die open is. Met enkele afhaalpunten ook. Maar die afhaalpunten is ook meestal dus één dag vooraf natuurlijk die bestelling invoeren. Locatie van de Jumbo. Hier zie ik ook dat de karwei via afhaalsysteem werkt. Hey, mensen die eens komen afhalen, dat staat hier ook wel duidelijk. Hey. Karwei afhaalpunt geopend. Dan die is hier, is al geruime tijd dicht, daar zie je geen enkele beweging meer. En terug hier de Jumbo. En aansluitend de Albert Heijn. Zo, beste mensen, was wel een uitgebreide video, dus ik zal die video noemen Film in Hulst Street View 20 februari 2021. En voor dus een betere beeldkwaliteit ligt u op de optie 1080p. Dat is Full HD en dan heb je een beter beeld. Belangrijk eventueel als je de film bekijkt op je computer of via de televisie of op de smartphone, speelt geen rol. Hè. Op de smartphone gaat het meestal automatisch.
Zo, beste mensen, hier de uitgang van Hulst. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Blijf mij verder volgen. Je kunt ook gratis een YouTube-account open doen. Aanklikken wat dat u interessant vindt en dan krijgt u automatisch een mail bij nieuwe video's. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.